Ja, misschien omdat hij zo'n lange periode daar heeft gezeten, dat hij zoiets had van, ik ga me nu ergens schuilhouden. Ja, waar je nog zou kunnen proberen. Hij had toch zo'n een of andere grot in Area Gof. 4, 42? Nu snel gaan omkleden, want dit undercover gear kan ook weer uit. En dan moet ik dus eventjes gaan kijken hoe ik dus met mijn helikopter het voor elkaar wil gaan krijgen om eventueel naar Napelio te gaan vliegen. En wat ik ook al zei, ik weet niet of het haalbaar is. Het is zo ontiegelijk ver vliegen. En een helikopter gaat ook ja, lang niet zo hard natuurlijk als een vliegtuig. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar wil gaan krijgen. Aan de andere kant, ik leef nog wel. Dus dat is in ieder geval iets wat fijn is. Ja, ik moet even dat andere gear aan gaan trekken. Dat heb ik hier gewoon hangen. Zo. Dat is in ieder Hallo, geval. yo, Wat? Hallo? yo, Hallo? What the fuck? yo, Yo. ja, ja, misschien is het een beetje awkward, maar yo, What the fuck doe jij hier? ja, ik ben vrij. Ik zou toch naar je toe komen als ik vrij was. Oh ja, ja, einde van de week wie zo hoe. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, ik was zo helemaal. Ik was helemaal vergeten. Ik was helemaal niet meer bezig. Ik heb Ja, nog. ik ben een Ja, nee, ik beetje, ben zo allemaal back dingen. doorgegaan, want ja, je snapt ook wel, ik ben ja. Ja, ik trek heel veel dit nog even aan. En dan. Ja, doe je ding. Want ik moest. Ik ben achter u wat informatie gekomen. Wat niet goed is. Oh. Fijn dat je er bent. Goed, ik heb natuurlijk. Ja, nu kunnen we eindelijk eens een keer normaal praten zonder dat er zo'n prison guard bij staat. Ja, precies. Nou, je ziet dus hier in de tuin alles alweer, hè? Gele banners en wat dan ook allemaal. Ja, ik heb het alweer gezien. Ja, toevallig in mijn laatste dag in de gevangenis zag ik ook zoiets. Ja, ik hoorde geruchten iets met mijn broertjes, dat hij iets met Lumis wat dan ook. Ik weet ook niet precies wat, maar in ieder geval, het is allemaal weer raar. Maar ik ben dus achter informatie gekomen, via Bandit dus, dat die Lumis is dus het TNT aan het maken voor zowel jouw huis als mijn huis, als ik niet doodga, Wat? wat dan ook. Ja, ik zei het in de gevangenis, maar goed, je kon daar niet te veel op ingaan. Vrij simpel. Hij is TNT aan het maken. Genoeg om zowel jouw huis als mijn huis met de grond gelijk te maken. Oké? Okay? Wat? Ja. Ik Maar ben niet. waarom? Ja, om het feit dat ik jou moest vermoorden. Ja. En als je het niet zou doen, dan iets in die trend. Dan zou ik dat ik aan het eind van de week ja, niet zou halen of iets. Maar goed, hè, we zijn inmiddels in een nieuwe week. En ja, Ja, ik dat leef nog zijn zijn steeds. praatjes natuurlijk. Precies. Maar het is dus nu zo dat ik heb dus ja toch weer die bandit. Ja, ik heb hem toch nodig hier en daar. Hoewel, Ja, helaas. ik moet zeggen, hij heeft me hier en daar wel weer genaaid hoor. Ik bedoel, dagen nadat ik hem had grijs, zometeen Lumius hier en allemaal. En wat dan ook. Maar goed, ik heb Lumius op de camera staan, dus dat is goed. Ik ben tot 2 keer toe bij de CIA geweest, hè? Tot 2 keer toe. En ze negeren gewoon. Nou ja, die Zipmonkey, die ken ik natuurlijk nog van mijn Guantanamo verleden. Die heeft dus nu gepromoveerd tot die chief gebeuren. Ja, en eerst dan zegt hij, ja, weet je, we gaan geen onderzoek naar hem starten. Want hè, ja, dan starten we daar weer een onderzoek, komt er niks uit. En vervolgens ben ik dus met een vliegticket, die ik ooit had gekregen van die crazy mafia boy, dat ik naar Pelio moest wat. En ook Ja. ben ik naar de CIA gegaan. Ik zeg, luister, dit is vliegticket, daar zit Lumus in die stad. En hij zegt, Tuffy, 2016, Pelio, het zegt me allemaal niks. Eigenlijk zoiets van, rot lekker op, je verdoet mijn tijd. Wat? Maar dus om ja, even duidelijk. Jij hebt een aantal moorden gepleegd en weet ik veel, maar je was wanted, jij moest Guantanamo in. Maar iemand die huizen opblaast, mensen onder druk zet en mensen een huurcontract geeft en weet ik veel wat, die laten ze lopen. Ja, nee, er wordt inderdaad gewoon letterlijk geen onderzoek naar gedaan. En hij weet me continu weer te vinden, wat dan ook. Maar ze laten hem letterlijk. En daarbij komt kijken dat dus. Eerst had ik dus de informatie dat hij dus in de Kaap zou zitten. Zo heeft Bennett mij gezegd: van ja, hij zit in de Kaap. En nee, ik kan het hem niet vertellen, want dit en dat. Blijkbaar heeft Bennett gewoon over gelogen. En Ja, dat is dat dus ook zeg een. ik, hij is niet te Nee, maar dit is vertrouwen. dus het probleem. Ik ben dus achtergekomen: Lumius zit in Napelio. Alleen het probleem is dat we een uur verder vliegen en de CIA gelooft me niet dat dat een bestaande stad is. Dus die willen niet met mij daarheen. En ze kunnen pas wat gaan doen wanneer ik dus dit heb. Ja, camerabewijs. Precies. Maar wat dus eigenlijk op dit moment het plan is, en daar ben ik dus een beetje van aan het rondkijken om wat allemaal, is om een privéjet te regelen. Maar goed, ik heb gekeken bij Sunnyvale Airport. Staan 2 vliegtuigen, maar goed, hè, dat is Malibu Atlanta. En dan zit die Ja. hangar, die is nog steeds dicht door de HTC. Oh. Atlanta daarentegen, ik kon niet eens meer op het vliegveld komen. En het is daar nog steeds zo, ja, nep als het maar kan, dat je gewoon achter de kassa kan staan. Dus ik vertrouw dat ook niet helemaal. En nu ben ik Ja. aan het kijken of ik misschien het met, ja, je ziet hem daar al staan, mijn De helikopter kan halen. helikopter. Maar ja, dat is bijna onmogelijk. Ja. Want je moet natuurlijk ook ergens weer brandstof vandaan halen op dat Precies, moment. en met een vliegtuig is het al een uur vliegen. Nou ja, met een helikopter, dat zou zeker 2 à 3 uur gaan worden. Daarbij, ik weet de weg niet, want piloten vliegen altijd. Ja. Ja, daar heb je een punt. Ja.
Dit wordt dus lastig. De CIA kan dus pas iets doen wanneer ik dus levend bewijs heb. En ik heb dus... Ja, hij was hier in mijn tuin. Hij stond duidelijk maar... hier, zat die TNT. Hij zat er vol op die camera daar. Maar... Ja, dat is toch goed? Ja, de CIA was als volgt. Ik zal even de quote herhalen. Ja, we kunnen ernaar gaan kijken. Ja. Ik heb het gevoel dat die Lumis met de CIA samenwerkt. Oprecht. Het is alles wat ik met de CIA wil doen. Alles wordt een soort van... Ja, tegengehouden. Het wordt zo van... Ja, weet je, we kijken er wel naar. Ja, ach, we doen eerst even dit. We doen even zus. En ik heb zoiets van... What the fuck? Moet er niet gewoon eens een keer een burger beschermd worden? Kijk, ik weet dat ik mijn dingen heb gedaan. Maar ik heb toch gewoon mijn shit uitgezeten? Ja, dat is zeker waar. Ja, en de CIA... Ja, de politie is daarentegen dan helemaal niks vergeleken bij de CIA. Dus die kun je het ook niet, daar kun je ook niet zomaar heen gaan. Nee, en ik kan moeilijk naar het leger gaan. Maar ik bedoel, wat wil het leger in godsnaam gaan doen? Maar wat nou als je meer camera's sneaken in je huis ergens laat ophangen? Dat je wat extra... Ja, kijk, je houdt niet van camera's natuurlijk, maar... Ja, maar hoe meer camera's ik natuurlijk heb, hoe groter kans ook dat het wordt afgetapt door iets wat dan ook. En als wij het dan over bepaalde zaken hebben, wat dan ook, hè. En ja, oké. Okay. Ja, niet in je kelder natuurlijk, maar bijvoorbeeld bij het hek ergens nog. Ja, ja. Dat weet je, die dan op je huis richt. Want als je dan het hele huis... Ja, kun je ook zien als die weer eens een keer iets laat ontploffen of zo. Dan staat dat gewoon op beeld. Ja, maar ik heb het dus letterlijk op beeld. Alleen de CIA die vindt het eigenlijk zoiets van... Ja, weet je, ach, wat maakt het uit? Dus ja, okay. Ik heb niet echt het gevoel dat ik daar serieus in genomen word. Dus ik moet iets gaan bedenken hoe ik hem dus op hete daad kan betrappen. Alleen aan de andere kant denk ik ook van, stel hij zit echt in Napelio, hè? Stel hij zit daar. Mm-hmm. En ik film allemaal dat hij daar TNT aan het maken is of hij loopt daar. Weet je dat de CIA gaat zeggen, ja, dat is een stad waar wij geen bevoegdheden hebben of iets? Ja, dat zou ook wel zitten. Ja. En daarbij komt dus ook kijken, nog steeds, hè, tot op de dag van vandaag, sinds dat Elion samen met mij is uitgebroken, niemand heeft iets meer van hem gehoord. Niemand. Maar... Ik begin bijna te denken dat of Elias is opgepakt, of dat hij dood is. Ja, ja. Maar als Elias dood is, heb ik een groot probleem, hè? Dan heb ja, ik maar helemaal dat is, lijkt me toch onmogelijk. Waar heb je hem voor het laatst gezien? Dan moet ik even goed denken. Wij zijn dus uitgebroken uit Guantanamo. We zijn toen met Lacatus de helikopter ingestapt. En vandaar zijn we dus naar het Cubaanse vliegveld gevlogen. De privéjet gepakt en ben ik hier geland op Sunnyvale. En daar moest ik wachten totdat hij eruit ging. En daarna mocht ik pas, weet je, mocht hij niet gezien worden, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. En sindsdien heb ik hem niet meer gezien en niks meer van hem gehoord. Lacaats heeft hem niet meer gezien. Ja, misschien omdat hij zo'n lange periode daar heeft gezeten. Dat hij zoiets had van, ik ga me nu ergens schuil houden. Ja, waar je nog zou kunnen proberen. Hij had toch zo'n een of andere grot in Area 42? Ja, maar goed, als ik Area 42 inga... Dan zit je zelf ook weer in de problemen dadelijk. Dat dan is heb ook ik zoiets. Inderdaad weer dat probleem van het leger komt achter me aan. Wanneer het leger me niet pakt, komt de CIA weer. En dan zegt de CIA, oh, je was toch bezig met de Lumis te pakken. Wat doe je dan hier of dit of dat, weet je wel. Dus ik sta wat dat betreft een klein beetje schaakmat. Ja, dat is zeker dus, waar. Dus mijn idee is toch om af te reizen naar die stad toe. Alleen ik weet nog niet hoe. Ja. En ik weet ook niet met wie. Ja, misschien dat jij anders mee kan. Kijk, het is helemaal zo dat ik wil met een wapen daar naartoe gaan. Dus als we naar bijvoorbeeld met een vliegtuig gaan, zullen we met die privéjet moeten gaan en een soort van corrupte douane die ons doorlaat. Want we weten natuurlijk niet waar Lumis tot in staat is. Ja, oké, dat is, ja. Maar ja, ik weet niet, mijn helikopter is, ja, mag ik zeggen, het is bijna niet doen. We moeten echt een vliegtuig hebben. Ja, en dat vliegtuig van je heeft de CIA afgepakt, hè? Ja, dat vliegtuig, dat zie je voor mij niet meer terug. Hetzelfde als mijn spullen liggen ook ergens daar bij de CIA. Alleen, ik kom niet eens verder dan Zip Monkey's kantoor op het moment. Ja, nou ja, idem dito voor die dingen van mij natuurlijk. Ik heb ook niks meer. Nee, ze hebben ons daarmee goed te pakken, wat dat betreft. Ja, ik heb dit ding nog en deze, maar ja. Kijk, we kunnen nog wel iets proberen, alleen dat gaat ook lang duren. Maar dat zou wel kunnen. Ik weet niet, hoe ben jij op het water? Hoe bedoel je? Kan je tegen het water, word je zeeziek, wat dan ook? Nee, je kan er wel tegen. Kijk. Dit is misschien een heel, heel, heel gek... Ach, ik doe even trouwens de deur erop, want ik heb toch altijd het gevoel, weet je. Dit is misschien een heel gek idee. Wacht, laat me even iets pakken. Kijk. Ik heb natuurlijk een speedboot liggen. Die ligt natuurlijk daar in Mindtopia. Mm-hmm. Als we dat ruim volgooien met jerrycans met benzine, ja? Ja. En we gaan op de boot die kant op. Ik weet niet of het haalbaar is, wat dan ook. Vervolgens, als we in de buurt zijn... Hier, jij een duikbril, ik een duikbril... Oh, ja. We kunnen een soort van onderwater special mission bewijs van zetten dat wij richting het land toe zwemmen. En we zijn een soort van ongezien daar gekomen vanuit daar door te gaan. Ja, oké, okay, dat is waar. Want ja, een helikopter of vliegtuig wordt toch altijd wel weer herkend. Toch? Met een boot, als wij gewoon gaan, dan doen we gewoon in het ruim allemaal benzine, dus een jerrycans en het wapen. Dan moeten we ook even ergens zien te verstoppen. Of hebben we gewoon op zak.
En dan gewoon die kant op te gaan. Ja, dat zou op zich kunnen. Ja, en je kan natuurlijk ook altijd een beetje knutselen. En dan kun je wel ergens iets verstoppen onder het ruim ongeveer. Ja, precies. Hè? Een dubbele laag of iets of zo, inderdaad. Mm-hmm. Daarom, ik bedoel, dat is nog niet eens zo'n heel gek idee. Alleen, ik moet dan wel eventjes ervoor zien te zorgen dat ik de route weet te krijgen. Want met een vlieger is dus een uur vliegen. En denk dus aan dat een vliegtuig, wat is het, een privéjet gaat? Wat is het, 700, 800 kilometer per uur? Ja, ja, onze boot, wat zou die gaan? Ja, niet dus, zo heel snel. Nee, daarom. Maar ja, dat is een optie, weet je. Geef ons die duikboot nog maar even terug, dan gaan we erover nadenken. Ja, ja, ja. Want het is dus of zwemmen of vliegen. Mm. Ja, aan de ene kant vliegen ben je sneller, maar zwemmen is wel iets veiliger misschien. Nou, alhoewel, wij zijn natuurlijk niet gezocht, hè, nu beide. Maar goed, ik wil met dit wil ik door, hè, want ik wil mezelf verdedigen. En dat kun je niet echt makkelijk met een vliegtuig. Wat ik kan doen is, ik kan natuurlijk Bandit nog vragen hoe hij continu is gekomen. Want hij is natuurlijk wel heen en weer gevlogen de hele tijd. Dus er moet ergens iets van een vliegtuig zijn. Dus ik denk dat ik hem even onder druk moet zetten daarmee, hoe wat allemaal. En als ik daar meer informatie heb, kom ik dan weer terug bij jou. Alleen, ik wil wel zeggen, hou je ogen open. Ik vertrouw je op dit moment redelijk, weet je. Ik bedoel, anders was er nu wel iets gebeurd. Mm-hmm. Maar hou dus ook je ogen open, want er zijn dus geruchten dat ook jouw huis met de grond gelijk gemaakt zal worden. Ja, nou ja, gelukkig ben ik hier niet vaak in de buurt, maar als dit huis weggaat, dan verlies je behoorlijk wat geld. Dat is zeker waar. Dat is een best huisje natuurlijk. Ja, precies. Dus ja, dan kan je leuk dat die weg is, maar geld is geld wat dat betreft. Mm-hmm. Dat is in ieder geval wat ik voor nu dubbed heb. Ik ben blij dat je vrij bent, maar ik moet nog door. Ja, ik ga ook eventjes weer naar mijn huis toe, even alles bekijken. Ja, je zou wel een lade post hebben. Ja, nou precies. Ik ben eigenlijk direct deze kant op gekomen, dus ik moet ook maar gauw weer eens eventjes alles gaan rondneuzen daar, want het zal vast druk zijn. Ja, is goed. Ga jij dat doen? Dan ga ik kijken of ik Bandit contact krijg, dan hoor je weer van mij hoe wat dan. Dus hou in ieder geval in de gaten, boot of dinges. Denk zelf ook even na wat we kunnen doen en dan komt het goed. Ja, komt in orde. Ik wil via achter, want ik wil niet te veel gezien worden. Later, man. Hey, rustig aan, succes en ik spreek je. Ja, kom goed. Goed, Dylan is dus weer vrij. Dat is enorm fijn, want dat is toch een soort van partner in crime. Ik vertrouw hem op zich redelijk. Ik bedoel, als je me echt zou willen vermoorden, had hij dat al lang gedaan. Bandit daarentegen, dat is gewoon een dwaas, om zo maar te zeggen. En ik moet zeggen, de optie om met een boot te gaan is nog niet zo gek. Alleen, het enige probleem is, we zijn dagen onderweg. Dus die fucking Bandit moet gewoon eens een keer vertellen hoe hij hier komt en hoe hij daar komt.